Als je ziet hoeveel releases er komen, elke week komen er pakken nieuwe albums uit, pakken nieuwe releases van singles. Iedereen gooit maar op de markt zoals het hem uitkomt. Dus ergens is het goed dat daar een filter ontstaat, want dat is natuurlijk... het kan in je nadeel werken als je dus misschien met iets minder kwalitatief werk naar buiten komt. Dan is je naam dikwijls rap gemaakt en krijg je soms geen tweede kans meer om toch met een kwalitatieve release naar buiten te komen, als je dan al eens met een iets minder kwaliteitsvol eerder naar buiten gekomen bent. Dus daar ligt ook een taak van de publisher, denk ik, om daar een filter in te zijn.